11 minuten nog. Dus moet Heracles, als het nog wat wil, haast maken. Revos verdedigt tegen Luchtmeijer. Van Velzen stuurt Breedveld, die nu aan de linkerkant is, op pad. Breedveld wil het zelf doen en verrast bijna Venema. Virgil Breedveld. Vanaf de tribune kijkt John van Dijk, de man die SVV met nieuwe impulsen naar de top van de Eredivisie bracht. Geïnteresseerd en eventueel ook een beetje bezorgd toe. Paslander, Patinama. Probeert het met een schot. Maar ook Veld was nog in de baan van het schot. Hier is Elbersen. Op zoek naar Velten die inderdaad tot de kopbal komt. Ja, ja. Geef hem geen centimeter. Elbersen is de aangever. En ondanks Rietbroek komt Velten tot een prima kopbal. De stop van Lamy. Met nog 4,5 minuut. De stadionklok. Een verre vrije trap dus van Patinama. Voor Heracles. Het zou niet eens onverdiend zijn gezien het beeld, met name van de tweede helft, als Heracles naast SVV zou komen. Maar dan moet er nog wel gescoord worden en daar is Lamy weer om dat te voorkomen wanneer Velten dat probeert. Paslander, Luchtmeijer, tekort, Lugboer onderschept. Breedveld, niet langs Manders, wel een vrije trap natuurlijk. Venema geeft aanwijzingen aan de muur. Officiële speeltijd is al verstreken, dus na alle waarschijnlijkheid zal SVV toch een overwinning kunnen gaan bijschrijven op het konto. De vrije trap gaat naast, dus het blijft bij 1-0. Maar SVV houdt wel de wetenschap aan deze wedstrijd over dat het, voor zover het dat al dacht, de eerste divisie nog niet helemaal geannexeerd heeft. Dat zal advocaat, die gevoelig is voor resultaat, voorlopig een zorg zijn, want hij kan wel 2 punten bijschrijven. De clubs lijken te groot voor het servet van de eerste divisie. Ze lijken sterk op weg naar de eredivisie. SVV had tot vandaag 2 punten meer dan NAC en bovendien 1 duel minder gespeeld dan de club uit Breda. SVV uit Schiedam was voor deze wedstrijd uitgeweken naar de Kuip in Rotterdam. Het eigen stadion op Harga in Schiedam zou aan niet meer dan 6000 mensen plaats bieden en SVV verwachtte er meer. De laatste keer dat SVV in de Kuip speelde was ruim 20 jaar geleden in 1969, Feyenoord SVV 6-0. En 20 jaar daarvoor, in 1949, werd SVV in de Kuip landskampioen door te winnen van Heerenveen 3-1 voor 67.000 toeschouwers. SVV dus na 20 jaar weer in de Kuip. Er zouden vanavond 7.500 mensen moeten komen om financieel key te spelen. Er waren er, zeer wel geteld, 10.489. Een nieuw seizoenrecord in de eerste divisie. SVV NAC. Revos. Van der Net. Op zoek naar Koken, maar daar is ook Van der Dungen. Van der Net. Zet aan en krijgt een vrije trap. Overtreding van Koumans. En nu een goede redding van Karelsen. Het bal is nog niet weg, maar Karelsen opnieuw voordat Simons iets kan bedenken. Goede vrije trap van Jerry Koken. Die Karelsen dwingt tot de redding. En Karels is er dan opnieuw bij als Plugboer de bal voorzet. En hij de bal pakt bij de eerste paal, de doelman van NAC. Na een kwartiertje, een ingooi voor NAC waarvoor Koumans zich gemeld heeft. Bal weggehaald door Van der Net voor Schapendonk hem kon aannemen. Schrijvers paast en geen buitenspel, zegt de grensrechter. Dus kan Van der Dungen voorzetten en dat doet hij heel gevaarlijk, want daar heeft Lamy alle mogelijke moeite mee. Rumi achter de bal voor de vrije trap. Ja!
En Schrijvers was er daarbij. Van Gils komt niet tot een schot. En SPV kan uitbreken met Luhukay. Koken is voorlopig zijn enige assistent voorin. En Luhukay heeft eerst nog een aantal tegenstanders om mee af te rekenen. Simons. Poré. Revos. Simons. Revos biedt zich aan de rechterkant. Maar Verschoor ontneemt het balbezit aan SVV. Van Gils. Van der Gijp. Van den Dungen, de rechterverdediger. Komt inderdaad tot een voorzet en weer Lamy moeilijkheden. Nu ietsje minder dan in de voorgaande situatie, maar toch. Luhukay dan met Dick. En Luhukay is los van Dick. Van Velzen wacht voor het doel, maar Luhukay kan ook alleen. Probeert het in de korte hoek en Karelsen was zoals gezegd ingespeeld. Maar voor een topper in de eerste divisie een hele goede opening. Koken. Vervoer. Kijk. Poré. Van Velzen goed losgekomen van zijn tegenstander. Maar de stop is van Karelsen op de inzet van Peter van Velzen. Die op zoek is naar zijn 19e seizoentreffer. Schapendonk. Vrije trap. Overtreding van Simons tegen Van der Gijp. En terwijl NAC met de voorbereidingen van die vrije trap bezig is, is ook Danny Swijvers mee naar voren gekropen om een stelling te nemen op de rand van het 16 meter gebied. Samen met Van Gils, die ook goed koppen kan. Van Velzen raakt de bal zo dat het een corner wordt. Swijvers dus nog steeds voorin. En daar gaat de bal maar net voor Swijvers langs. Te verrassend om hem te nemen voor Danny Swijvers. Simons. Smit. Poré. Luhukay. Revos. En dan is Poré doorgegaan en heeft hij even vrijheid. Tot bij Koumans kan hij oprukken. Luhukay schiet en Karelsen opnieuw heel goed op de inzet van Jos Luhukay. Koken. Duelleert met Van den Dungen, krijgt een vrije trap. Snel genomen door Ridderhof. Weer Koken dus. Bal karamboleert naar Van Velzen en daar is Goré met de ruimte. En de bal karamboleert naar Van Velzen en daar is dan dat ene moment. Drie kwart wedstrijd niet gezien. Uit de wedstrijd geholpen door Danny Swijvers. Maar dan via een soort van clubs krijgt Van Velzen in de 23e minuut de bal toch voor de voet. En dan is het wel raak voor SVV en heeft Van Velzen zijn seizoen totaal weer opgeschroefd naar 19. Schrijvers. Van Gils. Poré. Luhukay. Daar gaat Van Velzen niet eens achteraan. Koumans moet oppassen. Doet dat niet en verspeelt de bal aan Koken. En Koken scoort. Was het de eerste keer slecht verdedigen. Nu is het gewoon een persoonlijke fout van Jack Koumans. Die de bal zomaar verspeelt aan Jerry Koken. En binnen een minuut is de wedstrijd die volledig in evenwicht was omgeslagen in het voordeel van SVV. 2-0 Jerry Koken. Plugvoer. Koken. Bugboer, goed paasje. Daar komt Van Velzen niet bij, maar Revos wel van de lijn gehaald. Inzet van
Revos van de lijn gehaald door Patrick Dik. En het bleef bij 2-0. Er waren een belangrijke ontmoeting dus. NAC werd in 1912 opgericht. Van 1914 tot 1965 speelde men 50 jaar onafgebroken in de hoogste klasse. In 21 was NAC landskampioen, in 73 won men de KNVB-beker. SVV en NAC speelden in het betaald voetbal 10 maal tegen elkaar. Wat vindt SVV'er Carlo Lamy ervan om in de Kuip te spelen? Het verschil is denk ik dat Harga is een klein knus stadiontje en dit is het, eigenlijk wel het mooiste stadion van Nederland. En een aantal van ons hebben het al ingespeeld, maar ja, het is voor ons eigenlijk ook heel wat nieuws eigenlijk. En ja, ik hoop gewoon dat het geen nadelige gevolgen voor ons kan zijn. Ik denk het niet, want ja, een wedstrijd of het nou op Harga gespeeld of in de Kuip wordt, het mag niet uitmaken. Je bent de minst gepasseerde doelman op dit moment in het betaalde voetbal met 13 goals. Hoe staat dat ervoor na de wedstrijd tegen NAC? Ja, ik hoop dat het nog steeds zo is. Ik probeer het zo lang mogelijk, tot het einde van het seizoen eigenlijk, de minst gepasseerde keeper, met zowel de Achterhoede natuurlijk, te worden van de eerste en eredivisie van het hele betaalde voetbal. En ik hoop zeker dat het na vandaag nog zo is, ja. Is er interesse voor jou op dit moment? Nee, er is nu nog helemaal geen interesse, maar dat is ontzettend vroeg allemaal. En ik denk dat de meeste clubs wel weten dat ik nog eigendom van Excelsior ben. En ja, daar hou ik me ook niet zo mee bezig. Ik vind het gewoon het belangrijkste nieuws SVV en vooral vanavond vind ik heel erg belangrijk. En de rest komt vanzelf allemaal wel. Wat wordt de uitslag vanavond? De uitslag is voor 2-0 voor SVV. Vooral de 0. Oké, succes. Dankjewel. NAC op bezoek in de Kuip, oude eredivisietijden herleven. NAC zonder smaakmaker Gerard ten Haan, maar wel met Dennis van der Gijp. SVV in de vertrouwde opstelling van de laatste weken. Alleen zie je Tebbenhof was er niet bij, hij heeft een knieblessure. 10.500 toeschouwers bezochten de Kuip en dat is 500 meer dan er op Harga, het sportpark van SVV, kunnen. SVV van links naar rechts in het geblokte rood-groen. NAC dus in het geel. Een overtreding en een vrije trap voor SVV in de 5e minuut van de eerste helft. En dan meldt zich natuurlijk Peter van Velzen, de topscorer met 18 doelpunten. Hij neemt hem niet, Kook neemt hem. Oei, en Karelsen kan die bal nog eruit houden met behulp van de paal. Dat zien we nog een keertje in de slow motion. Abluchtboer is dit, daar komt die vrije trap van Jerry Koken. Karelsen en de paal. En dan komt Abluchtboer op links en dan is Karelsen alweer op de been om die voorzet te onderscheppen voordat Jerry Simons gevaarlijk kan worden. NAC kwam toch goed terug in die eerste helft en begon steeds meer de wedstrijd naar hun hand te zetten. De Bredanaars met Danny Schrijvers, de zoon van oud-international Daan Schrijvers. Lange paas, geen buitenspel en Hans van der Dungen, de aanvoerder van NAC, kan vrij opstomen en een voorzet, eigenlijk een slechte voorzet, maar hij belandt.